Ik ben Nathalie, eigenaar van Frucon. Frucon verzorgt de webdesign, de online marketing en is een logistieke partner voor heel veel internationale merken. Mijn passie voor ondernemen die begint eigenlijk al op vrij jonge leeftijd, laten we zeggen een jaar of zes. Mijn ouders die waren marktkramers, groenten en fruit. En vanaf het moment dat wij konden lezen en schrijven, waren wij eigenlijk verondersteld om mee te helpen. Aankoop, verkoop, organisatie, omgaan met klanten. Dat was eigenlijk wat dat moest dagelijks gebeuren. Ik vond dat er een noodzaak was om een andere toepassing te gaan doen met groenten en fruit. En op een bepaald moment had ik het idee om creatieve groenten en fruitgeschenken te gaan vermarkten. En een vraag of een aanbod die er nog niet was, eigenlijk in de markt te zetten door enerzijds de vraag te gaan creëren. En zo ben ik van het ene bedrijf naar het andere bedrijf gegaan om hen te overtuigen om een alternatief te gaan geven voor bloemen of chocolade op dat moment. En ik vond het eigenlijk wel best fascinerend, want blijkbaar mijn idee sloeg wel aan. Al heel snel werd ik geconfronteerd met groeipijnen. Enerzijds had ik capaciteit tekort en anderzijds had ik logistiek een probleem. Ik heb van mijn nood een opportuniteit gemaakt en uiteindelijk kapitaal gaan zoeken bij Vlerick Business School. We hebben een business angel gevonden die in ons wou investeren. Het was geen gemakkelijke opgave als je weet dat in 1999 internet echt nog in zijn kinderschoenen stond. Dus we hadden echt iemand nodig die in ons geloofde als investeerder. En zo staan wij waar we nu staan. Door het feit dat wij alles in-house doen, hebben wij ook onze eigen klantendienst. En wij hebben eigenlijk wekelijks meetings met de mensen die eigenlijk dicht bij de klant staan. En die ons kunnen zeggen hoe de klant zich gedraagt, wat hij verwacht, wat zijn noden is, wat wel werkt en wat niet werkt. Dus ik denk dat wij een goede online marketing kunnen toepassen, omdat wij enerzijds vanuit de cijfers gaan werken natuurlijk, maar anderzijds direct vanuit de noden van de klant. Mijn persoonlijke sterkte is eigenlijk alles wat dan met product en marketing te maken heeft. Dus als ik mijn tijdspannen moet verdelen, dan ga ik 50% gaan verdelen op mijn sterkte. Die andere 50% ga ik ervoor zorgen dat je goede mensen, goede key mensen hebt, die mij ook op een of andere manier kunnen voeden. Want dat is volgens mij de enige manier om eigenlijk te gaan groeien. Ik zie dat mensen zich gewoon veel beter ontplooien als je als werkgever of als ondernemer gewoon de krijtlijnen uitzet en de mensen daar een hele grote vorm van bewegingsruimte in geeft. Wij zien dat de mensen op zich heel hard groeien en als zij vooruit gaan, dan gaan ook wij vooruit. Ik ben een heel gelukkige zakenvrouw.